Hallo Serpentjes, ik ben Rick van Serpent Gameplay en welkom bij een nieuwe serie, namelijk FIFA 2015-10, FIFA 2005. Ik had namelijk op de release dag van FIFA 2015 een FIFA 2005 video gemaakt. En ik vroeg zo van, hey, zal ik hier een carrière mode serie van doen? Toen kreeg ik heel veel reacties van, nee, dat is kut. En toch ga ik 1500 likes tegenover 50 dislikes. Dus ja, ik ga hem gewoon lekker doen. Ik ga lekker een carrièretje knallen. Wordt superleuk, hoop ik. Juist het leuke in deze game zit hem in de cut graphics. Het feit dat je de bal bijna niet kan zien. Het feit dat sommige hele bekende Nederlandse sterspelers nu wissels zijn bij de Graafschap. Dat ongeveer. Ik heb erover na moeten denken welke club ik wil. En ik heb toch echt besloten om de Graafschap te kiezen. Ik heb ook allemaal van die dingen zoals... neem Ajax. Je kan Ajax trouwens niet nemen. Je moet beginnen met een club van 1 of 2 sterren. Gelukkig is de Graafschap vet slecht. Dus die hebben 1 ster. Het probleem is wel dat ik van clubs zoals Ajax moet winnen met de Graafschap. Tenminste, ik moet niet winnen. Natuurlijk, we doen mee voor de plezier, hè. Hoe noem ik mezelf? Tepel. Ik noem mezelf coach Tepel. Dat is een goede coach. Nou, hier. Tepel. Tepelsletje. Wow. Dat zal ik mezelf zo meteen noemen. Je moet namelijk zo meteen een volledige naam opgeven. In het speltype carrière draai je 15 jaar... Wat, dat is vet lang. 15 jaar mee in de voetbalwereld. Je ultieme doel? 5 sterren coach worden. En voetbalgeschiedenis schrijven. Tijdens je carrière kun je talloze malen van club wisselen. Laten we hopen dat dit uit vrije wil gebeurt. Naarmate je ervaring opdoet, zullen steeds grotere clubs van je diensten willen gebruikmaken. Als je prestaties achterblijven, zul je met mindere clubs moeten doen. Voor je begint moet je eerst je eigen coach ontwerpen door zijn uiterlijke en persoonlijke gegevens te bepalen. Dan is het tijd om te kiezen in welke regio je carrière wilt maken. Er zijn 5 regio's die allemaal hun eigen competities hebben. Probeer in de gekozen regio een club te vinden. Daarna kun je je stempel op je eerste team gaan drukken. Woe! Oké, welke coach ben ik? Deze man, een beetje pedofiel. Deze man, ook een beetje pedofiel. Heeft misschien een bril, kun je niet eens zien aan de graphics. Boze man, met jas. Man die naar Turkije ging met zijn vrouw op vakantie en geen zonnebrand op zijn gezicht deed. Inpak. Andere man. Boze andere man. Hele oude man. Hele andere man. Hele krulharige jonge man. Hele vieze man. De paus. Dit is gewoon de paus. Dit is gewoon de paus met een pak aan. Oh, wauw. Ik moet echt het leukste mannetje uitzoeken, hoor. Dit is wel belangrijk. Voor mij zijn het natuurlijk al allemaal bestaande coaches, of niet? Is het Johan Cruijff? Dat lijkt er wel op, namelijk. Oké, welke man ben ik nou dan? Ja, dan ben ik wel de paus. Als ik tussen al deze mensen moet kiezen, ja, dan ben ik toch het liefst gewoon de paus. Hier, de paus. Voornaam. Voetbal, ik noem mezelf Voetbalsletje. Wat een goede naam. Wat een goede naam. Voetbalsletje is toch een mooie naam voor een coach? Tenminste, ik vind dat wel een mooie naam. Nou, voetbal is mijn voornaam. Mijn achternaam is Sletje. Zo ga ik ook al mijn kinderen noemen. Voetbalsletje. Welke club wil nog geen coach die heet Voetbalsletje? Je weet gewoon van Voetbalsletje dat hij heel veel over voetbal weet. En dat is wel fijn. Ik hoop dat het een leuke serie wordt waar mensen graag naar kijken. En duimpjes omhoog doen, want daar gaat het om in de YouTube-wereld. En genieten, genieten ook vooral. Deze regio heeft de Nederlandse Eredivisie, laten we die gewoon pakken. Nou, we mogen een club uitkiezen. Je hebt clubs met een halve ster, laten we die niet pakken. Ik stel voor om de Graafschap te pakken. Waarom de Graafschap? Niemand, kijk, het probleem is, ik wil niet te veel clubs pakken waar kijkers van mij fan van zijn, want dan krijgen we hele halve ruzies en zo. Het fijne aan de Graafschap is, niemand is fan van de Graafschap. Gewoon niemand. We kunnen ook nog voor Heerenveen. Dan heb je wel een paar fans. Maar niemand is fan van de Graafschap. Gewoon letterlijk niemand. Ik weet... De game vraagt zo. Weet je echt 100% zeker dat jij de Graafschap... Ja, ik weet het zeker. Het gaat zeker niet makkelijk worden om wedstrijden te winnen. Maar dat maakt niet uit. Aangenomen. De Graafschap presenteert vandaag de nieuwe trainer op een persconferentie. We zijn erg gelukkig, verklaart een bestuurslid over de nieuwe aanwinst. Een geweldige kans, noemt kerstverse trainer Voetbalsletje zijn nieuwe functie bij de Graafschap. Het bestuur rekent op een plaats in de bovenste regionen van de ranglijst dit seizoen. Ik weet niet, bestuur van de Graafschap, maar... Ik dacht dat het jullie hoopte op niet degraderen. Oh! Rekt, burn! Nee, de Graafschap degradeert ieder jaar. Gewoon ieder jaar weer. Om de prestaties van je team te verbeteren heb je een keuze uit 8 upgrades voor je staf. Elke upgrade beslaat 10 niveaus en voor elk niveau heb je 100 punten nodig. Die punten verdien je met goede wedstrijdresultaten. Tijdens je carrière lopen je upgradepunten steeds verder op. Tenzij je wordt ontslagen. Oké, dan. Het eerste moet ik sowieso denk ik gewoon 100 punten in de aanvallerstrainer stoppen. En wat hij dan doet, dan traint hij je aanvallers beter. Nu heb ik een level 2 aanvallerstrainer. Dat is best fijn. Want mijn aanval is vet kut.
Ik heb net geprobeerd op te nemen. 3 wedstrijden 0-0. En eigenlijk is er eentje 1-0 voor mij. Door een strafschop. Ik verzin dit ook niet, jongens. Ja, laten we gewoon meteen de eerste wedstrijd spelen, denk ik. Je kan hem ook simuleren. Ook heel leuk. Dan doet de game, gaat gewoon berekenen wat de uitslag wordt. Dan kijkt hij naar hoe goed je team is. Maar Roda is 2 sterren. Wij zijn 1,5. Is dat handig? Mijn budget is trouwens ook 0. Erg veel vertrouwen in mij als coach. Hier, coach, doe je ding. Maar er is geen budget. Precies, doe je ding. Even kijken, heb ik nog iemand die vervangen kan worden? Oh, hij is rechts buiten. SP, geen idee wat zal in het midden zijn. Links buiten. Hij is wel heel verdrietig, meneer Ax. Sorry, meneer Ax, dat je zo verdrietig bent. Dit is ook SP. Hoeveel is deze gast? 1. Die is SP. Maar deze gast, die man hier, is ook SP. Maar die kunnen we dan wisselen dan toch zo doen? Wow! Mijn team is nu zoveel beter geworden. Heb ik ook nog andere mensen die misschien in het midden willen spelen of zo? Voor mij zit je keeper. Ah, klak. Welke keeper heb ik hier? R van Dijk. Ja, die moet erbij blijven hoor. R van Dijk is belangrijk. Heb ik nog andere mensen die wat kunnen? Deze is het centraal midden, denk ik. CM. Centraal midden. Ik ken al die termen niet, joh. Laten we gewoon een potje voetbal spelen. Tegen het fantastische Rode JC. Kijk dan. Vergroot de scoringskans van je spitsen door de ruimte tussen de verdedigers op te zoeken en passes te geven die een paar meter voor ze terechtkomen. Nee, dat doe ik niet aan. Sorry. Ik speel voetbal op mijn manier, vriend. Nou, de wedstrijd begint. Vol enthousiasme komen deze. Vol enthousiasme, dat zie je ook. Het stadion binnen. Iedereen is ook blij in het stadion. Nog nooit zoveel mensen zijn naar een wedstrijd van de Graafschap gekomen. Oh, je hebt gele oksels. Man, die schimmel moet je laten checken. Voor de wedstrijd. Niet erna. Niet onder de douche. Van, spelers, wat vinden jullie van mij? Van een schop van mijn schimmel. Nee, dat is niet gezond. Oké, laten we even proberen te winnen. Alsjeblieft. Laat me alsjeblieft een keer een wedstrijd niet gelijk spelen. Want ik heb de eerste 2 afleveringen die ik heb opgenomen maar gewoon weggegooid. Omdat ik alleen maar gelijk speel. En er gebeurt niks. Het is niet leuk als ik alleen maar ik wil kampioen worden. Ik moet wel deze Eredivisie zien te winnen. En als ik alleen maar gelijk speel, dan wordt het heel moeilijk. Ik heb ook gewoon betere spelers nodig, maar daar is momenteel geen geld voor. En toch wil ik de Graafschap kiezen om een statement te maken. Ja, dat is een mooie bal. Oké, ja, shit. Ren die kant op, Rick. Het is jouw momentje. Oh, ik dacht even dat ik die bal heb kunnen pakken. Nee hoor. Je neemt jezelf dingen voor die helemaal niet kunnen, Rick. Kom op. Er moet echt een bal in. Je moet lekker aanvallend spelen. Ik heb ook nog tot nu toe in 3 wedstrijden namelijk nog 0 tegengoals gehad. Dus ik ben wel redelijk zelfverzekerd over mijn verdedigingstactieken. Oké, laat maar zitten. Hij gaat scoren. Die man gaat scoren. Ik heb al, ja, ik heb toch geen goals tegen, joh. Geen zorgen daarover. Nou, misschien moet je dat dus wel gaan doen, Rick. Hey, blijf eens af. Dat ben ik. Blijf eens af, die speuk. Hey. Dank je. Oké, speel maar met hem mee. Deze man moet nu scoren. Het is alles of niets. Oké, dat is wel een heel zacht balletje. Die had zelfs ik nog kunnen houden. Stond goed. Als keeper. Ik ben geen goede keeper. Ik wou dat keeper zijn. Vond het leuk. Keeperambities. Ik kan het alleen niet. Dat is wel wat meer dingen zo. Topmodel bijvoorbeeld. Ik zou het graag willen zijn. Behalve al diëten. Geef een strafschop. Dit is duidelijk een strafschop. Mijn hele... Ik win wedstrijden eigenlijk puur op strafschoppen. Zo ren ik ongeveer. Zo werk ik. Gaan we gewoon voor hard. Speel maar heel hard. Naar meneer X. Ja, dan moet je dus even dat mannetje worden. En dan, oh, daar komt de bal uit. Oh, schiet hem. Dat is niet goed. Ik liep veel te ver door. Oepsie. Keeper, gooi de bal eens naar mij. Dat is ook een van de enige momenten waarop ik kan winnen. Als de keeper naar mij de bal gooit. Terwijl ik voor hem sta. Leuk feitje. Willen jullie weten hoe goed ik was in voetbal? Ik heb voor mij 3 jaar op voetbal gezeten. Ik heb 2 keer gescoord. Goed. Oh, dat is goed. Nee, sowieso is dat niet heel goed. Bijna ik speel dan middenvelder. En nog geen doelpunten. 1 keer heb ik gescoord omdat de bal zijn mijn rechter doel in rolde. En ik gaf hem het laatste tikkie erin. Hij zit. Nice! Nou zijn een goal! En 2e keer dat ik had gescoord, stond ik zeg maar, was er een Russian Valiv. Prachtig doel. De 2e keer dat ik ooit heb gescoord, was omdat wij in het strafschopgebied een corner had nemen. En de bal kwam tegen me aan, want iemand wou hem wegschieten. En toen ging hij erin. Jullie weten hoe trots ik was. Ik heb gescoord. Weet je, dat is het belangrijkste, toch? Of het meedoen het belangrijkste? Ik weet het niet meer! Dat was echt heel zacht. Wow! Ik dacht even dat ik de bal had kunnen afpakken. Shit. Ik heb in ieder geval gescoord. Ik ben al blij genoeg met deze wedstrijd. Dat ik gescoord heb. Oh, ik ben zo gelukkig. Ik heb gescoord. Er zit een voetbal in het netje. Er zit een voetbal in het netje en dat doet me echt een deugd. Nee, nu moet ik dan... Even dat Roda ook ging scoren. Dan werd het helemaal drastisch. Mijn eerste goal en mijn eerste tegendoelpunt in 1 wedstrijd. Dat kan mijn hart ook gewoon niet aan.
Oké, laten we een hele goede aanval planten. Wow! Wow! Weer een vrije trap. Afleggen en schieten. Kijk, dat is veel leuker, joh. Doen we zo. Die bal moet die kant op, ja. Oké, kijk, zo moet je voor mij een vrije trap nemen. Ik heb geen idee of hij erin gaat. Ik ben echt totaal niet goed in vrije trappen nemen. Oké. Goed hard in. Maar de keeper was niet van plan. De keeper was te goed. Keeper, doe nou niet. Ik begin eindelijk een beetje door te krijgen hoe die vrije trappen werken. Ga je zo'n beetje leren keepen. Echt lullig dit. Wat is jou in deze helft het meest opgevallen, Jury? Dat Rick super sexy is. Beide teams waren even vaak in balbezit. Dus het kan nog alle kanten op. Wow, die supporters ook. Wow, ik ben 2D. Maar deze gevoelens voor het voetbal zijn echt. Yeah. Oké, nou we staan in ieder geval voor. Dat is goed genoeg. Oké, ik ga meteen solo, Rick. Rennen, speel ze allemaal voorbij. Wow, je kan me niet hebben. Wow, jij ook al niet. Wow, wow, wow. Dat was best goed. Dat was best goed. Ik had eigenlijk gehoopt dat iemand me ging tackelen. Nog een penaltietje erbij. Penalties ben ik ook erg goed in. Ik heb nooit een penalty mogen nemen in mijn voetbalcarrière. Wie laat mij dan ook een penalty nemen? Dat is ook best logisch. Niet eens zielig. Het is gewoon logisch. Voor mij ook in de drieën dat ik op voetbal zat, is er misschien 1 of 2 keer een penalty geweest. Dus ja. Vrije schop. Oh, maar vrije schop. Zo dichtbij. Oeh, dat kan nou wat worden. Dit is mijn nieuwe strategie van vrije schoppen. Het heet de... Oeh, wat een leuk effectje. Oké, misschien zo dan. Ik heb ook geen idee wat ik dus aan het doen ben momenteel. Maar... Wow. Gewoon heel vaak op B drukken nu. Ja, wow! Goal! Goal! Tor! Patrick Ax, aanvaller. Maar hij viel aan en hij zat erin. Wat een chaos was het hier ook. Gewoon, ik zat gewoon B te spammen. Wat een lullig balletje. Goed gedaan, Patrick. We zijn trots op onze man, Patrick. Hij weet hoe hij moet scoren. Lekker, Patrick. 2-0, bitches. De Graafschap wordt eerste dit jaar. Yes! De Graafschap wordt eerste, jullie lekker niet. Roda is bagger, zwarte Piet. Nou, Rick, dat zeg je toch niet? Hij speelt ze af. Dat doet hij zeker. Nou, loop mee, sukkels, ik ga scoren. Oh, waar is de verdediging eigenlijk? Nergens. Zo'n speler die met de bal over het veld rent. Wow! Dit is een vrije schop. Oh, niet weer een vrije schop, ik wil strafschoppen. Oké, hoe moet dit ooit? Je moet echt zo'n balletje? Zo, en dan... Of niet dan? Ik heb echt geen idee. Je moet natuurlijk wel het doel inrollen, dus dat is wel fijn als ik een beetje zo'n effectje heb. Hopla! Oké, schiet hem erin. Alsjeblieft maak de 3-0 voor de eerste wedstrijd. De bal wow! Tegen de lat! Wow, wat een goede wedstrijd ook. Binnendraaien, tweede paal. Ik weet niet eens wat het doet, maar ik neem er eentje. Dankjewel. Oké, schiet maar Ax. Ax deodorant. Schiet hem erin. Oh, hij probeert het, ja. Proberen kun je altijd, hè. Proberen zit geen verlies in. Geen verdriet en geen verlies. Nou, weet je, nou ben ik ook meteen super zelfverzekerd over dat derde doelpunt, hoor. Die rol ik er zo over in. Oké, daar staan mensen vrij, ja. Dat is een strafschop. Strafschop! 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 Hoe joh! Sukkel! Blijf van me af, Ger! Ger is een gemene man. Oké, linkshoekie. Welke hoek gaat hij kiezen? Woe! 3-0! Get wrecked! Helemaal kapot! Weet je hoe ze de Graafschap ook wel noemen? Superboeren! Superboeren! Lululule. Kruiwagens vol graan en dode koeien! Superboeren! Yeah! Super duper 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 duper! Pot gemaakt! Ik maak jullie in! En nog weer nog een potje! Ik heb wel zin! Roda is bagger en de Graafschap is goed. Kijk nog maar naar mijn aanvaller dan wat ik zie. Hoe scoren moet. Oh, je kan daar nog doorspelen. Zoals je zelfvertrouwen straalt van dit team af. Ik loop als met de ballen doelen in. Als ze het fout signaal is geweest. Deze stand verbaast me niks. Nou, was een lekker potje toch? Lekker potje. Vind ik. Nee, ik vind hem goed gespeeld hebben. Bedankt voor je hulp vandaag, Jury. Het zit er weer op. Bam! Goal! Het zit erop, Jury. Hier volgt de samenvatting van de wedstrijd van vandaag. Een samenvattingkie, ja, mooi. Hoppakee! En dat strafschoppie dan natuurlijk nog. Oh, kijk mij dribbelen! Nee, we hebben wel goed gespeeld. Je kan zeggen wat je wil, maar er is gescoord. Dat is nieuw voor me ook. Doorgaan! Oké dan, nu gaan we weer wat punten krijgen en die kunnen we weer investeren in dingen. En dit is de tevredenheid van de fans, volgens mij. Maar 47%, ik heb 3-0 gewonnen. Ik heet voetbalsletje. Er had een voetbal over het sletje gedeelte heen. Gewoon automatische censuur, maar toch.
Ik vind dat ik super goed gespeeld heb. Nu ga ik de game simuleren. Kijken wat de rest van de teams gedaan hebben. Oh, kutuitslag, kutuitslag, kutuitslag. Oké, we zien wat de rest gedaan heeft. Oké dan, AZ staat blijkbaar op nummer 1. Interessant, waar staan wij? De Graafschap. Nummer 3. Chill. Boven PSV. Netjes, nou dan gaan we lekker verder. Het bestuur heeft een bonus toegekend van 20 upgrade punten. Dankjewel bestuur, dankjewel. Zullen we gewoon nog meer de aanvallers trainen? Ik bedoel, de aanvallers gingen net wel super hard. Laten we gewoon nog meer punten. Laten we gewoon punten blijven investeren in de aanvalstraining. Laten we dat gewoon heel veel doen. Oké dan. Super tof. Dan bedank je voor het kijken van deze aflevering. Volgende aflevering. Meer van dit. Voetballen. Hey, ik ben een voetballer. Oh, ik ben ook een voetballer. Ik kan trouwens wel even gaan naar de transfermarkt. Zo doe je dat toch? Nee. Ik wil gewoon even naar opties. We kunnen wel wat spelers verkopen. Ik bedoel, we hebben toch een heleboel wissels. En van dat geld kunnen we dan Dirk Kuyt kopen bijvoorbeeld. Die speelt voor Feyenoord. Heb ik net opgezocht. Transfer. Ik wil gewoon even wat van mijn kutspelers verkopen. Welke zijn ze maar niet opgesteld? Dat heb ik vooral nodig. Duits heb ik sowieso niet opgesteld. Dat weet ik zeker. Bot Willem 2 heeft 5100 punten. Ja, natuurlijk Willem 2. Ik heb je verkocht. Doei. Leuk je gehad te hebben. Oké, nou, ik heb iemand verkocht in ieder geval. Iemand anders nul van de bieden. Staat bot opgesteld? Volgens mij niet. Wow, T. Bakens is best wel veel geld waard. Heb ik hem wel opgesteld? Ik moet even kijken naar mijn opstelling. Dan kan ik even kijken wie er op het bankje zit. En die mensen verkoop ik dan gewoon allemaal. Spelerselectie. Wow, ik heb ook vet veel reserves en shit. Wie van die reserves is cool? Het zijn allemaal halve sterretjes. Oké, nou dankjewel voor die reserves die ik niet hoef. Ja, die Bakens heb ik wel opgesteld ergens, hè. Oh ja, hier, Bakens. Speelt achter. Ja, die is wel goed. Die wil ik wel houden. Maar we kunnen wel wat wissels verkopen. Allemaal mensen met een halve sterretje, die kunnen eruit. Ik heb denk ik ook geen halve ster spelers in het spel staan, of wel? Dan kan ik gewoon zien als ze een halve ster zijn, dan zijn ze mijn kutwissels. Nee, niemand met een halve ster in mijn opstelling. Ga ik nog eventjes gauw wat mensen met een half sterretje verkopen. En dan beëindigen we deze aflevering. En dan komen we de volgende aflevering gewoon weer terug. Eerst even gaan we naar de transfermarkt, want daar is alles leuk. Zoek mensen met een halve ster en verkoop ze. Yeah. Deze man wordt keihard verkocht aan RBC Roosendaal. Maakt niet uit, maakt niet eens uit wat je biedt, joh. Ik verkoop je toch wel. Oké, even kijken wie nog meer een half sterretje. Half sterretje, la la, oh, wat jammer nou, verkocht. Vet weinig punten worden er ook geboden, maar dan maakt niemand uit. Yeah, verkocht. Meer mensen verkopen, fuck wissels. Ik heb wel wat wissels nodig, man. Als iemand een blessure heeft, dan zien we dan wel weer. Oh, Karnebeek, sukkel, verkocht aan Willem 2, hoppakee, what's boom. Nou, hoeveel punten heb ik nu? 13.000. Laten we kijken of we nu zijn maar... Nu kan ook naar andere clubs namelijk. Ik wil Klaas-Jan Huntelaar kopen en ik ga hem opstellen ook. Heerenveen. We gaan naar Heerenveen toe. Even kijken waar ze zijn. Ja, ik vind het wel leuk om... Even kijken, kennen we nog mensen hiervan? Philip Cocu, die heeft in het Nederlands elftal gespeeld. Die is wel 21.000 punten. Die kunnen we nog niet kopen. We moeten even iemand vinden die we wel kunnen kopen. En dat is namelijk Huntelaar. Ik denk dat we Huntelaar kunnen kopen. Dat is wel leuk. Even kijken, waar staat die bitch? Huntelaar. Nou, 9000 punten. Ik ga Huntelaar kopen. Ik heb Huntelaar gekocht. Het is gewoon het leuke gevoel dat je een man hebt die miljoenen waard is over een paar jaar. Die zit nu in mijn team. In mijn teampie. Nou, we hebben in ieder geval de eerste sterspeler van onze fantastische spelerselectie al klaar liggen. We hebben Huntelaar gekocht. Welke kant speelt Huntelaar eigenlijk? Waar staat hij nu? Oh, hier. K. Huntelaar. Hij speelt SP. Centraal iets... Is het ook SP? Ja, toch? Ja. Maar het is wel raar als ik Zongo wegdoe. Aangezien Huntelaar SP is. Maar ja, Huntelaar moet even beter worden. Kan ik niet wat upgrade punten aan hem geven of zo? Want het is niet handig om Huntelaar op te stellen in plaats van deze man. Ik laat hem in ieder geval nu nog even wissel staan. Dat komt allemaal nog goed. Dan neem ik gewoon twee wel goede aanvallers ernaast of zo. We gaan kijken van de eerste aflevering. Vergeet de video niet te liken als je hem leuk vond. Dan kom ik snel terug. Met de volgende aflevering van mijn fantastische voetbalcarrière. Doelen van de carrière zijn de Eredivisie winnen. En ja, ook een best wel cool team met mensen als Dirk Kuyt en Philip Cocu. En gewoon het halve Nederlands elftal uit 2005 opstellen. Dus ja,
als mensen even kunnen helpen en zeggen van, oeh, in 2005 zat die in dit team en die in dit team. Ik heb bekende mensjes, dat helpt mij wel erg met een goed team samenstellen. Tot de volgende aflevering in ieder geval. Hopelijk vond je deze leuk. En volgende aflevering meer avonturen van, ja, het staat hier toch wel, voetbalsletje. Zie je, zeg maar linksbovenachtig. Centrum carrière, daaronder staat voetbalsletje, dat ben ik. Tot de volgende aflevering. Doei!